Het biedt weinig hoop voor de toekomst. Noordelijke politiemensen hebben dus weinig vertrouwen in dat de eigen organisatie heeft geleerd van de fouten bij de aanpak van Project X in Haren. Dat blijkt uit een enquête van politievakbond ACP. Verslaggever Goos de Boer weet er meer van. Goos, weinig vertrouwen dus. Ja, hoe moeten we dat allemaal inschatten? Ja, je kunt het niet anders zien als keiharde, maar ook echt keiharde kritiek in de richting van de leiding, in de richting van de eigen organisatie. We weten dat politie was er als de kippen bijna haren om met een verbeterplan te komen. Ja, en nu wordt er eigenlijk gezegd door de leden van die vakbond van ja, we hebben er nauwelijks vertrouwen in dat ze iets geleerd hebben in Haren. Dus met andere woorden, dat het allemaal beter gaat worden als er weer incidenten zijn. Maar waar is dat gebrek aan vertrouwen op gebaseerd? Het gebrek aan alertheid. Er wordt gezegd van ja, we missen de scherpte als organisatie. Ja, structuren zijn onduidelijk, gebrekkige communicatie, ja, al dat soort zaken. En wat ik wel opvallend vind, dat de Oosterparkwijkrellen eind jaren 90 worden erbij gehaald. Is ook onderzocht, het moest nooit weer zo. Ja, en nu blijkt dat er niks van terechtgekomen is van die afspraken toen. En ja, daar komt dat wantrouwen voor een deel vandaan. En de politiemensen, die nemen de leiding dus ook iets kwalijk? Zeker, zonder meer. Dat zit vrij diep, daar komt het eigenlijk wel op neer. En ze zeggen onder meer van ja, de korpsleiding is vooral bezig geweest met het redden van het eigen hachje naar die rellen in Haren. En toch minder met de aanpak van problemen. Dus je zou kunnen zeggen dat het vertrouwen in die korpsleiding is erg matig. Collega's hebben zich met grote verbazing en ook boosheid geconstateerd dat er in de eerste dagen andere verhalen zijn verteld over de beschikbaarheid van politiemensen. Alles wat al voorbereid was. Ja, dat hebben ze allemaal gezien en dat hebben ze ook allemaal gevoeld. En dat zit heel diep. Ja, hieruit blijkt dat de korpsleiding er echt heel slecht op staat. Ja, dat is helder, hè. Er wordt ook opgemerkt door de vakbond dat er maar eens gekeken moet worden naar die één persoon die de leiding heeft. In dit geval is dat Oscar Dross en dat daar kritisch naar gekeken moet worden. De vakbond zegt wel, we gaan er niet over. Maar goed, het is wel duidelijk dat dat vertrouwen zeer broos is. Ja, en wil je problemen aanpakken, dan zul je toch onderling een beetje vertrouwen moeten hebben, lijkt mij. En uitgerekend vandaag werd ook nog eens een keer bekend dat een ME-oefening ook nog eens een keer de mis is ingegaan. Met precies dezelfde problemen als in Haren eigenlijk. Hè. De oproep, ja, dat ging niet goed. Ja, het alarmeringssysteem werkte niet. De mensen kwamen te laat enzovoort. Ja, wat dat betreft, de grote gelijk kun je eigenlijk niet halen. Hè. Als je het over die ontevreden politiemensen hebt die aan deze enquête hebben meegemaakt. Ja, ze zijn op een wenk bediend, zou je kunnen zeggen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar, toch? Nou, wat dat betreft wel. Want ja, gewaarschuwd, prachtig plan van aanpak enzovoort. En je draait je om, er is een oefening. En hetzelfde gaat weer mis als wat destijds in Haren misging. Wat gaat de vakbond nou doen met deze enquête? Die gaat naar minister Opstelten. Er is een uitgebreide brief Opstelten van Veiligheid en Justitie. Uitgebreide brief, staan al deze punten in. En ja, het is niet zomaar, het is geen toeval. Toeval bestaat niet dat het deze week komt. Want woensdag praat de Tweede Kamer over de Facebook-rellen in Haren. Dus je zou kunnen zeggen, de vakbond heeft met nu het uitbrengen van deze enquête de zaak redelijk op scherp gesteld. Goos de Boer, dankjewel.